Wat er precies gebeurd is. Ik heb tot zover niet alles meegekregen, want ik werd gebeld dat er brand was in onze straat. Toen had ik nog niet echt het besef dat het eigenlijk twee huizen verder was. Toen ben ik naar buiten gegaan en toen stond inderdaad ook onze buurvrouw. Die stond hier al. Toen ben ik erbij gaan staan en toen kwam later dus het zoontje van de bewoner. Die gealarmeerd had bij de buren. En die heeft zijn verhaal natuurlijk een beetje gedaan, want die was best wel geschrokken. En die was wakker geworden van een rookontwikkeling. En die is naar beneden gegaan en die heeft bij de buurman gevraagd of ze 112 konden bellen. En dat hebben ze gedaan. En al vrij snel waren hier ook de hulpdiensten. Nee.